Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag heb ik een gast, mevrouw Astrid van Heer. Zij is van de Stichting Kankerpreventie en Diagnostiek in Suriname. Zij heeft gemeend om in het kader van de Borstkanker Awareness Maand, de maand oktober, een aantal organisaties die over dit onderwerp zich buigen of zich inzetten, bij elkaar te halen voor een Family Awareness Event. Dit event wordt op 22 oktober georganiseerd. En vandaag in Q-Time praten we met haar over van alles en nog wat er op die dag gaat gebeuren, maar meer nog natuurlijk het belang van een dergelijk event. Goeiedag Astrid, welkom in Q-Time. Ja, goedemorgen Odette, dank je wel voor het ontvangst. Ja, het is fijn dat we mensen hebben zoals jij, zodat je toch altijd wel kan zeggen, er worden initiatieven opgestart en er zijn mensen die anderen bij elkaar halen om het gezamenlijk doel na te streven. Want anders wachten we allemaal op elkaar om iets te doen. Dus je moet van die mensen hebben die zeggen, oké, is goed, ik ga in de voorlinie staan en we gaan hier wat aan doen. Samen strijden tegen kanker is de slogan die jullie willen gebruiken voor dit event, of misschien over het algemeen, want je hebt een aantal organisaties bij elkaar gehaald. Laten we even een stapje teruggaan. Waar is het idee om een Family Awareness Event te organiseren begonnen? En natuurlijk, eigenlijk een beetje open deur vraag, maar ik vind het toch wel fijn dat je het gewoon kan uitleggen, het waarom ervan. Het is oktobermaand, is borstkankermaand en er wordt er heel wat georganiseerd zodat men zich bewust wordt over borstkanker. En wij zeiden van, weet je, het zijn maar 2 of 3 hoogtepunten in het jaar dat er dingen worden georganiseerd rond kanker. En we streven ernaar dat er eigenlijk elk maand of elke dag wordt gesproken over kanker. En dan zeiden we van, we gaan die andere organisaties vragen, zoals de Prostaatkankerstichting en de Stichting Kankerpatiëntenvereniging Suriname en Pink Ribbon hebben gevraagd om samen iets te organiseren. Pink Ribbon zegt ze doen op de achtergrond mee, want zij zijn bezig met een grote loop dat op 29 oktober zal zijn. Dus hebben wij 3 stichtingen gedacht van, weet je wat, dan gaan wij het trekken. En naar aanleiding eigenlijk van het kinderboekje dat ik had geschreven, waar we zeiden van, het moet samen met ouders en kinderen moeten samen bezig zijn, dachten we, weet je wat, we organiseren dan een family day, waar ouders met kinderen komen. En gezamenlijk gaan we dan bezig zijn en praten over kanker. En daar hebben we een dagindeling gemaakt. We starten als introductie met het boekje, dat gaan we als leidraad nemen. Ja. We starten dan gezamenlijk met de kinderen. En na die introductie gaan de kinderen naar de Children Playground, zoals we het genoemd hebben, Kids Unit. En daar gaan dan 2 of 3 van de mensen van onze organisatie met de kinderen bezig zijn met het boekje. Ze zullen, weet je, in het springkussen zijn. Ze krijgen in de pauze popcorn en schaafijs. En ze kunnen gesminkt worden, want alle ribbons zullen uitgelegd worden, want het zijn verschillende kleuren. Ribbons, dat wordt uitgelegd en dan wordt het gesminkt. En bij de oudere groep, in die andere zaal, wordt verteld over kanker in het algemeen, prostaatkanker. En dan gaan de survivors praten over hun ervaring dus met prostaatkanker, darmkanker en kanker en bewegen. Want als je kanker hebt gehad en al die behandelingen, dan ben je eigenlijk zwak. Dus gaat de fysiotherapeut ons leren hoe je toch kan bewegen als je kanker hebt. En er wordt altijd de nadruk gelegd van, als iemand kanker heeft, heeft niet alleen die persoon kanker. Het hele gezin, de vriendenkring hebben ook kanker. Want ons leven verandert ook de mensen die om die kankerpatiënt zijn. Dus dat willen we op die dag doen. Ja. En het moet niet zoals een van die survivors belde ik. Ja, je kent hem ook, Clifton Brown. Die zei van, ja, het moet niet dit zijn. We gaan er iets vrolijks, iets leuks van maken. Want kanker is wat elke dag horen mensen dat ze die ziekte hebben. En we moeten ermee om leren gaan en kunnen gaan. Ja. En dat kan je als je heel veel weet over die ziekte. Dan ben je niet meer echt bang.
Ja, dat klopt. Je bent misschien dan niet meer echt bang, maar het is wel zo dat als het woord kanker valt, is het nog steeds wel een schrikreactie bij Ja, iedereen. er is nog steeds een taboe. En dat komt, en het is ook terecht. Vroeger, als je hoorde kanker, wist je binnen zoveel tijd ben ik dood. En dat is erin gebleven. Nog steeds hebben mensen, terwijl er nu zoveel manieren zijn en medicijnen zijn dat je beter kan worden, maar dat je ook langer mee kan leven. Ja, het mooie En ervan is, want ik wilde die vraag stellen, maar eigenlijk heb ik het antwoord ook al. En dat is dat je zegt van oké, in hoeverre, welke leeftijd kan je dus met kinderen beginnen te praten over die ziekte en over wat het allemaal teweeg brengt. Maar je hebt natuurlijk het boekje geschreven en je zei het ook, het boekje is een leidraad voor eigenlijk de informatie voor de dag. En het ja. boekje is eigenlijk, het is al bedacht, niemand hoeft meer na te denken over hoe gaan we deze moeilijke dingetjes uitleggen aan die kleine kinderen. Maar Klopt. hoe belangrijk is het inderdaad voor kinderen om ook hierover te weten? Want ik denk dat als je zo klein bent, de wereld is nog een playground en het enige wat je wilt doen is eigenlijk gewoon spelen en met je mama knuffelen. En de rest is niet zo belangrijk. Dus ja, Klopt. ja, voor die kindergroep wil ik deze vraag wel stellen. Op welk moment, op welke leeftijd begin je ook echt te praten als je weet dat er in de familie kanker voorkomt? Wat is een goed moment? Want ik denk dat het psychologisch en pedagogisch misschien ook uitgezocht zou moeten worden. Ja, het is sowieso de reden dat ik dat boekje heb geschreven, is dat toen ik werkte met de mensen van de kankerpatiëntenvereniging, daar begonnen we ook patiënten te begeleiden. En soms telefonisch, soms maak je ergens een afspraak of soms ging ik bij ze thuis. En meestal het eerste gesprek, kennismaking en informatie geven, dan brengen ze je naar de poort en dan zeg ik van: hoe hebben uw kinderen erop gereageerd? En 9 van de 10 keren is het antwoord: ze weten het niet. En dat vind ik persoonlijk erg. Je kan op een kinderlijke manier het kind vertellen wat je hebt. En toen COVID kwam, had ik geen werk meer. Dus toen dacht ik: wat ga ik doen? Dus toen dacht ik: helemaal een boekje schrijven. Dus heb ik contact gemaakt met KWF in Nederland. Ik had een paar folders van ze. Heb ik ze gevraagd: mag ik die folders gebruiken? Ik wil een infoboekje maken voor hier in Suriname. Nou, dat vonden ze geweldig. Dus ik heb toestemming gehad. En zo begon ik te schrijven. En ik heb dus mensen erbij betrokken. Ik heb artsen gevraagd om het voor me na te lezen. Ik heb onderwijsdeskundigen gevraagd om te vragen als de benadering goed is. Dus zo hebben we met z'n allen, dus ik heb het eigenlijk niet alleen gedaan, met z'n allen hebben we dus dit boekje kunnen, het is Samenstellen. een tweede druk en het is nog meer verbeterd. Weet je, er werd gezegd: doe het lettertype kleiner, doe de hoofdstukvolgorde anders, de opbouw. Dus zo, de tweede druk vind ik persoonlijk zelf ook beter. En het is dus wat ik heb gemerkt voor kinderen vanaf 9 jaar, als het op scholen gegeven wordt. Maar bijvoorbeeld bij jouw groepen, weet je, van De die, Jari, ja, Daar zijn ze jonger. daar waren jongere kinderen. En het ging best wel goed Ook met die goed. jongere kinderen. Oké. Weet je, dus, maar het moet dan one-on-one zijn, hè? Dus het waren Zodat je altijd ietsje meer kleine tijd hebt om uit te groepjes. leggen. Ja, Precies. zal dat ook En zo zijn op 22 oktober, dat de ja, one-on-one ruimte er bestaat? daarom gaan die kinderen apart. En wij hebben sowieso uit onze stichting zijn er 2 mensen. Uit de, ik dacht, Prostaatkankerstichting had 1 zich beschikbaar gesteld. En bij de Surinaamse Kankerpatiëntenvereniging waren ook 2 dames die met de kinderen ook bezig gaan zijn. Oké, wat is de En locatie van de Family Awareness Dag? het wordt gedaan buiten Sociëteit Het Park, aan de Grote Combi. En het is Wederom van zeg maar. 12:30 tot 4:30. En mag iedereen komen? Zich Ja, opgeven iedereen van is welkom. tevoren? Is er een Nee hoor. bijdrage? Nee, Nee, is dat allemaal gratis. niet. Het is, als je, kijk, de bar is wel open, dus je gaat wel zelf je Ja, drankjes natuurlijk. en je hapjes moeten kopen. Maar voor de rest, de boekjes worden verkocht. Alle organisaties zijn met flyers, informatie, je kan vragen stellen. De Surinaamse Kankerpatiëntenvereniging gaat vooral bezig zijn met, ze gaan inleiding geven over borstkanker, maar ze gaan vertellen ook over hoe je met borstprotheses om kan gaan en welke soorten er zijn. Maar ook van, ik hoop dat de Pink Ribbon toch nog tijd heeft om te komen, want zij vertellen meestal van, over de operaties die je kan doen, de correcties die je kan doen.
Er gaat echt heel veel informatie zijn. Ja, oké. Okay. En natuurlijk ook de sprekers, hè? Zoals je het zei, de survivors, de mensen die... De survivors, dat zijn, ja. Die gaan praten, zijn Robbie Granus, Gerson en Clifton Braam. Ja. Zij zijn. En dan als familielid, zoon-moederrelatie, mm-hmm. is Dave Edhard. Okay. Die gaat dan vertellen over zijn ervaring. Ja, hoe hij met zijn moeder toen het heeft ervaren, want die had ook borstkanker. Ja, ja, oké. Okay. Dus dat zijn echt dicht... Weet je, we willen... Die drempel mm-hmm. verlagen mm-hmm. en laten zien dat, kijk, kanker discrimineert niet. Iedereen kan het krijgen, van ja. hoog tot laag, jong en oud. Mm-hmm. Dus, ja. En om nog antwoord te geven op die vraag van waarom kinderen. We willen het niet hebben dat je gaat weten over kanker wanneer je kanker hebt. We willen dat ze ja. weten al voor die ziekte ergens maar is, bij een vriendje, bij een vriendinnetje of bij je ouders, dat... Wanneer iemand zegt van, die heeft kanker, dan weet dat kind wat die ziekte is. En dat kind weet ook wat je kan doen om het te voorkomen. Ja. En daarom zijn we ook bezig met het ministerie van Onderwijs, om te kijken als we dat boekje in het curriculum kunnen krijgen, voor vijfde, zesde klassers en eerste MULO. Ja. Dat iedereen over de ziekte heeft gehoord en ook weet hoe je het kan voorkomen. En mocht je het toch nog krijgen, dat je weet wat je moet doen. Hoe vroeger je naar de dokter gaat, dat staat duidelijk in het boekje, hoe vroeger je naar de dokter gaat, hoe minder, hoe sneller men erbij is, hoe groter de kans is dat je kan genezen of kan overleven. Ja, heel mooi. Staat er in de behandelingen, de medicatie, weet je, mm-hmm. op een kinderlijke manier beschreven. Mm-hmm. Oké, okay. Als op een kinderlijke manier beschreven is, is het ook goed genoeg voor volwassenen. Helemaal. Ja, dus daarom heb ik ook, want ik had eerst voor kinderen van 9 jaar, maar nu, ja. nu heb ik geschreven bij de tweede druk, het is voor kinderen van 9 jaar en ouder, ja. omdat ouders me belden van, weet je, een vriendin van me belde, nu weet ik wat mijn broer had, nu kan ik het een plek geven, weet je, heel emotioneel. Dus toen dacht ik, oké, okay, ja. als het ook die ouderen raakt, dan is dat boekje voor 9 jaar en ouder. Ja. Fantastisch. Astrid, heel erg veel succes met de organisatie. Dank je wel. Het is 22 oktober in Buitensociëteit Het Park. Kom mee. Ja. Van 11:30 tot 3:30. Tot 3:30. Heb ik goed gezegd? Prima. Heel goed er gezegd. Er gaat een promotiefilmpje over social media. Dus daar kunnen de mensen de informatie ja. ook nalezen. Als, ze kunnen ook naar de FB-page van KDPS. Stichting ja. KDPS. Kankerdiagnostiek Preventie Suriname. KDPS. Hartelijk en daar bedankt is het voor de informatie. Om. En heel erg veel succes ermee. Ja, ook bedankt ja. voor de tijd mee gegund. Graag gedaan. Oké. Okay. Okay. Fijne dag. Jou en jij ook. Dat was het gesprek met Astrid van Eer. Zij behoort toe tot de stichting Kanker, Diagnostiek en Preventie in Suriname. En samen met een aantal andere belangenverenigingen in dit kader, het is namelijk in oktober borstkankermaand, wordt er een Family Awareness Event gehouden op 22 oktober. En daar vertelde ze over wat er allemaal te doen zal zijn op die dag. Kent u iemand die helaas aan deze ziekte leidt? Of heeft u er zelf mee te maken gehad op een of andere manier? Dan is het natuurlijk wel altijd fijn dat u met gelijkgestemden uw ervaringen kunt delen, zodat andere mensen ook meer waarde kunnen hechten aan uw verhaal en uw ervaring. 22 oktober dus in Buitensociëteit Het Park vanaf 11:30 tot 3:30 middags. Dank u wel voor het kijken en naar Q-Time tot de volgende aflevering. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.